Ja, als jouw grasland echt te veel schade heeft geleden, dan zou ik echt adviseren om opnieuw te gaan inzaaien. Nou is het wel zo dat gras heel veerkrachtig is. Het kan erg veel tegen. Het is ook als het droge periode is geweest, het gras kan zich heel goed herstellen. De droogte van de afgelopen tijd heeft impact gehad op het grasland. Sommige percelen hebben schade opgelopen. Kun je nu het beste je grasland opnieuw inzaaien of toch juist doorzaaien? En is het slim om nu te kiezen voor een meer droogteresistent ras? Ik praat met Lieke Luiten van DLF. Dit is Boerderij Uitgelicht. Heb je specifieke vragen over herinzaaien of doorzaaien? Stel ze in de reacties. Nou, hi Lieke, leuk dat we hier mogen zijn. Het is enorm droog geweest de afgelopen tijd en sommige graspercelen hebben ook schade opgelopen. Waar kun je als veehouder nu het beste voor kiezen? Opnieuw inzaaien of juist doorzaaien? Als er minder dan 60% goede grassen staan, dan zou ik echt adviseren om opnieuw te gaan inzaaien, omdat er dan gewoon veel te veel potentie verloren gaat van je grasland. Levert het meeste op? Opnieuw inzaaien of juist toch doorzaaien? Wat levert het op qua gras, maar natuurlijk ook qua opbrengst in je portemonnee? Ja. Nou, we snappen natuurlijk dat opnieuw inzaaien het meeste kosten met zich meebrengt als je het vergelijkt met doorzaaien. Maar uiteindelijk verdien je dat natuurlijk allemaal terug. Want als er goed grasland staat, dan heb je natuurlijk een veel hogere opbrengst. We hebben daar ook onderzoek naar gedaan. Wat is dan het verschil tussen goed grasland en matig en slecht grasland? Ja, je ziet dat het zo duidelijk af gaat nemen. Zowel in de opbrengst met de droge stof, maar ook met de VEM-gehalte. Dus zorg gewoon echt dat je een goed grasland hebt. Want dat levert gewoon echt het meeste op. En jullie zijn vanuit DLF ook bezig om nieuwe grasmengsels te ontwikkelen die ook wat beter bestemd zijn tegen de extreme droogte. Denk je dat het ook nu slim is om vooruit te kijken en meer in te spelen op die droogte? Hoe kijk je daaraan? Ja, ik denk dat dat heel slim is. Ik denk dat we een paar jaar geleden allemaal dachten van oké, sporadisch zit er eens een jaar tussen waarbij het wat droger is. Maar goed, we komen er nu echt wel met z'n allen achter dat die jaren gewoon steeds vaker voor gaan komen. Dus je ziet ook dat de vraag bij veehouders veel duidelijker gaat naar droge, droogtetolerante gewassen, droogtetolerante grassen. Die interesse is gewoon veel meer aanwezig. Logisch ook, want je moet er gewoon veel meer rekening mee gaan houden. Eigenlijk kijken naar welke droogte wil ik iets tegen doen. Je hebt het over voorjaarsdroogte of zomerdroogte. Nou, bij voorjaarsdroogte zit er nog wel grondwater in de grond, maar het zit gewoon heel diep. Dus je hebt vooral gewassen nodig die hele diepe wortels maken, die nog bij het grondwater kunnen komen. En bij zomerdroogte heb je het ook over die droogte, maar ook wat meer over hittestress. Dus bovenop kan het ook gewoon heel warm zijn. Ja. En dat noem je bovengrondse droogtetolerantie. Dus dan heb je eigenlijk gewassen nodig die boven de grond ook heel goed tegen de droogte kunnen. Dus voor bovengrondse tolerantie zou ik bijvoorbeeld kijken naar een krophaar, omdat die boven de grond gewoon heel goed tegen de droogte kan. En als je naar gewassen wil kijken die wat langere wortels maken, dan zou ik bijvoorbeeld kijken naar een luzerne. Ja. Omdat die hele lange wortels maken en die gaat dus veel beter tegen die ondergrondse droogtetolerantie. We hebben natuurlijk ook nog klaver. Wat voor rol speelt klaver in dit verhaal? Ja, klaver speelt natuurlijk een hele grote rol als je het hebt over kunstmestbesparing, waar natuurlijk heel veel mensen nu aan denken. Maar als we het hebben over droogtetolerantie, dan hebben we het ook veel over rode klaver. Omdat rode klaver wat veel diepere wortels maakt tegenover witte klaver. Dus rode klaver kan hierin ook een rol spelen als jij toch een grasland wil met wat meer klaver erin. Om ook voor die kunstmestbesparing te gaan. En je wil ook nog voor de droogtetolerantie, dan zou ik echt voor die rode klaver kiezen. Omdat die gewoon veel droogtetoleranter is. Zijn er verder nog adviezen die je veehouders zou willen geven in het doorzaaien of juist opnieuw inzaaien? Kijk goed naar je bouwplan. Dat zou ik echt willen meegeven. Kijk goed, oké, wat heb ik staan? Wat wil ik in de toekomst? Wat is mijn doel? Waar wil ik naartoe? En ga dan bepalen, oké, hoe kom ik daar het snelst en het best en met het mooiste resultaat. Dit was Boerderij Uitgelicht. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.